Hi allemaal, ik ben Jelena en als jullie me zien, dan weten jullie dat het tijd is voor een nieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik altijd zeg, of iets rustiger zoals ik altijd zeg, kan je Q-Time op zoveel manieren gebruiken. En soms kan je het ook gebruiken om te werken aan jezelf. En what better way to do it, als je een coach bij de hand hebt. Dus vandaag zit ik met Anke Lilia Sebon. En zij is de voorzitter van Stichting The Coach in Me. Welkom Anke Lilia. Dankjewel Jelena. Hoe gaat het met je? Het gaat goed. Druk, maar dat is zoals altijd maar goed. Zo, mm-hmm. Daar houden we van, als het goed gaat super, met mensen. Super, super, super. Ik ken je in andere settingen. Volgens mij noem ik voor het eerst je volledige naam uit. Ja. En je bent nu de voorzitter van Stichting The Coach in Me. Klopt. Vertel me daarover. Nou, Stichting The Coach in Me is een trainingsinstituut. Training en coaching instituut. We staan nu pakweg een jaartje. Maar als stichting zeg maar zo'n 6 maanden. En we zijn dus eigenlijk bezig om mensen te helpen om op een holistische manier te dealen met bijvoorbeeld hun trauma's. En als ze eigenlijk willen werken aan hun persoonlijke groei. That's important. Personal growth. Ja. But why now? Want overal zien we coach hier, trainer daar. Klopt. Kijk, het is eigenlijk allemaal, het is eigenlijk vanaf COVID. Mensen waren vaker thuis, vaker samen in gezinnen. En mensen moesten heel veel gaan samenwerken, bezig zijn met zichzelf. Iedereen dacht, het is the end of the world en al dat soort zaken. Weet je? En dat was eigenlijk een hele goede manier om eigenlijk te kijken naar, hey, mocht het zijn dat ik vandaag of morgen ga, wat heb ik van mijn leven gemaakt? En wat kan ik nog anders doen? En dat heeft gemaakt dat mensen zich zijn gaan verdiepen. Veel meer mensen eigenlijk, moeten we zeggen, zijn zich gaan verdiepen. En zich gaan afvragen van, hey, am I walking in my purpose? What do I need to do extra? Weet je, al dat soort vragen kwamen naar boven. En waardoor men echt op zoek ging naar een coach of iemand die ze kan begeleiden daarbij. Of ze zijn het zelf geworden. Of ze zijn het zelf geworden, ja. Even om het samen te vaststellen, want in mijn perspectief, door COVID, zijn alle afleidingen van de majority of the people zijn afgenomen. En je was alleen over met jezelf. Klopt, helemaal. Je moest zitten met jezelf. Dat is letterlijk. Ja. En helaas had ik dat niet. Mijn leven is niet gestopt. Het is gewoon uncontrolled, gewoon doorgegaan. Ik kan alleen niet op vakantie. Precies. Precies dat. So, I get that part. And how did it work out for you? Want COVID is alweer 3 jaar geleden. Yeah. De stichting bestaat 6 maanden. Yeah. Het bedrijf bestaat 1 jaar. Mm-hmm. Where did you come in? Oké. Ik ben eigenlijk al, zeg maar, 10 jaar al bewust bezig te werken aan mezelf. De journey is gestart bij mij. Mm-hmm. En ik was zoekende. Wie is Anki? Ik zag, Anki doet zoveel. Ik heb dagelijks verschillende petten. Veel. Laat me jullie vertellen. Veel. Ik heb dagelijks verschillende petten op. Mm-hmm. En als ondernemer, daar sta je voor grote groepen mensen. En die verwachten dat je het allemaal weet. En dat je kan sturen en kan begeleiden. En vanuit mijn opleidingen allemaal, dan kan je dat. Maar op een gegeven moment, wanneer het gaat om mens tot mens, ga je toch wel echt wel de diepte in. En als iemand bijvoorbeeld 5 jaar voor je werkt of 10 jaar voor je werkt, dan leer je de persoon toch wel kennen. En dan soms zie je van, hey, de persoon kan veel meer, maar waarom ziet de persoon het niet en jij wel? Toch? En als je bijvoorbeeld voorstellen doet van, hey, zou je misschien zo weer, de persoon zegt nee, of denk je dat ik het zou kunnen? Dus voor mij was het zoiets, ik heb allerlei trainingen en workshops gevolgd. NLP, pranic healing, chakra healing, wat heb ik niet gedaan, reiki, het is van alles dat ik allemaal, ik was zoekende. Dus je bent bezig en je vindt maar niet het antwoord. Tot ik op een gegeven moment deed ik Black African Studies. En daar kwam ik een leidinggevende van een opleiding tegen, de coaching opleiding tegen. En aan het eind van ons semester zei ik van, mijn god, ik heb zo genoten van deze module. Ik zou toch wel meer willen weten. Toen zei ze tegen me, jij moet gewoon naar de coaching en counseling opleiding.
En ik dacht, oké, is dat er hier? Mm-hmm. En toen zei ze, ja, ik ben speciaal naar Suriname gekomen om deze opleiding. Dat was mijn missie. Ik ben de school dus gestart in Nederland. En nu ben ik hier in Suriname om ook hier te werken aan coaches en counselors. En toen dacht ik, oké. Dus ik ging. En de twee eerste keren zei ze tegen mij, nee, je bent nog niet ready. En ik dacht, hoezo zeg je tegen me? Want jij bent toch degene die het voorstel deed. Die me ready eigenlijk moet maken. Snap je, maar het was nieuwsgierigheid. Ja. En toen ik de derde keer ging, met heel veel tegenzin ging ik dus de derde keer. Ze stuurde zeg maar een dag of twee, stuurde ze die uitnodiging voor me. En die dag belde ze me nog van, kom je? En ik dacht, mijn god, ga ik weer schaande halen dat die vrouw me zegt van nee. You're en ik had het ready. Nog nooit meegemaakt. Yeah. Hoezo zegt iemand tegen Ankie, nee, je kan het niet. Mm. Ik had zoiets van, nee, dat trap je mij ergens toch. Mm. Dan is het weer die ego, hè. Mm-hmm. Die echt zoiets van, nee, hoezo zegt deze, het is toch gewoon een opleiding. Mm-hmm. Ik dacht, het is toch weer één van ze. Yeah. En toen ik ging voor het interview en toen zei ze tegen me, nu pas ben je ready. Maar wat was er gebeurd, Elena? Door de tijd heen waren wel een stuk of 5 jaar, eigenlijk langer, waar ik eigenlijk continu bezig was te werken aan mezelf. Echt kijken van, hey, wie ben ik? Wat wil ik uit het leven halen? Waarom moet ik nog werken? Waarom moet ik nog sleutelen? En dat verschil had ze dus gezien. En toen ik op de opleiding zat, toen begreep ik, want inderdaad had ik het toen Je was nog niet klaar. Ik zou die opleiding niet afmaken. Mm. Ik zou het echt waar, want ik was er niet klaar voor. Omdat als je als coach en als counselor wordt opgeleid, ga je eigenlijk alle monsters en alle demons uit je tronk moeten halen en met ze moeten dealen. Want evengoed zit je met iets en je hebt er nog niet aan gewerkt, maar er zit een coaché, we noemen het dus een cliënt, zit dan voor je. En met hetzelfde. Mm-hmm. En als ik nog niet ermee heb gedeeld, hoe ga ik jou helpen om ermee om te gaan? Ik ga dat dus niet kunnen. Dus het was belangrijk dat ik dat had gedaan. Mm-hmm. En door de opleiding dat je veel meer en dat je tools mee krijgt en dat je echt de diepte in kan gaan. Want soms zijn we bezig met een probleem. Oppervlakkig. We lossen hem tijdelijk op. Of we willen die sluier gewoon even een coping mechanism. Om ermee te dealen voor de time being. Zuiver. Weet je, soms heeft men pijn. Ik weet nog van mezelf. Ik weet dat ik dealde met iets. Dat is zeg maar 11 jaar of zo terug. En wat ik had als, als mechanisme, als stoel. Ik ging naar de stad. En ik moest 5 oorbellen kopen, maar het moesten 5 hele exclusieve dingetjes. Niemand moest het als het ware hebben. Daar ging ik echt zoeken in winkels naar. Mm-hmm. En dat nam dus mijn tijd af van het denken. Voor dat moment dacht ik dus niet aan mijn problemen en aan mijn trauma's. En dan kan je weer even door. Precies. Dus je hebt veel oorbellen? Ja. Oké. Okay. Dus is dit Eva's? Nee. Ja, maar genoeg is dit dus iets van pas. Maar toendertijd, geloof me, ik had echt gewoon een heel rek. Omdat ik het dan pakte en ik hing hem dan op. Dat is het waar als een trofee. Ja. Toch? En okay. Even voor we in depth daarop ingaan, because that's also very interesting. Even kort samengevat, je hebt je roeping gevonden, je hebt de opleiding gedaan, je bent de coach geworden, je hebt alle tools meegehad en de stichting is opgezet. Ja. So basically is de stichting, de coaching meet daar voor mensen die hulp nodig hebben of ook zoekende zijn naar hun purpose. Precies. Want dat is er in principe. Kijk, je hoort vaker een coach. Of je hoort workshops. Mm-hmm. Maar als je ook gaat kijken naar wat wordt er geboden. Mm-hmm. Hoe kijkt men? Gaat men echt in de diepte? Vaak genoeg hoor je van, hey, ik ben dan niet geholpen of het was tijdelijk. Je bent dan tijdens de workshop ben je dan bezig en voor de rest dan laat men het. Mm-hmm. Weet je, maar eigenlijk is het iets waar je hoort dagelijks bezig te zijn met jezelf. Is het door middel van meditatie? Is het door middel van journaling? Maar je hoort elke dag tenminste 5 tot 10 minuten te bezig zitten met jezelf en te reflecteren. Of dankbaar te zijn. Je weet dat je nadenkt van, oké, waarvoor? Of waarom moet ik dankbaar voor zijn? Mm-hmm. Weet je, dat helpt allemaal to clear your mind. En dat je ziet van, hey, ik heb het niet zo slecht. Toch niet? Nee. En jullie hebben, dus de stichting heeft alle tools daarvoor. Want wie kan allemaal bij jullie terecht? Waar zijn jullie gevestigd? Hoe werkt het om bij jullie in aanmerking te komen voor
een positie als coachee, zoals je dat hebt gegeven. Ja, klopt. In principe kan men ons vinden op Facebook. Daar hebben we ook heel veel van onze trainingen, foto's. Men kan alvast een beetje kennis maken met ons. Kijken van, hey, hoe ziet het allemaal uit? Want het is natuurlijk een drempel. Mm-hmm. Mental health is nog een beetje taboe hier. Mm-hmm. Men is nog een beetje scared om te zeggen van, hey, ik stap naar een coach toe of mm-hmm. een counselor toe. Dus ik zeg altijd tegen de mensen, ga ook een beetje kijken op Facebook. Ga een beetje googlen erover. Ga een beetje lezen. En men kan ons daar vinden, een berichtje sturen of men kan ons bellen. Mm-hmm. Mag ik het nummer doorgeven? Tuurlijk. Oké. Okay. Mm-hmm. Het nummer is 71-0825. Het is gewoon 888. Dus 71-0825. En dan kan men ons bellen of appen. En dan kom je dan langs voor een intakegesprek. En aan de hand van het intakegesprek, dan gaan we kijken, oké, wat is het traject dat je zou willen afkammen of kan afkammen? Weet je, want de persoon moet ook ready zijn ervoor. De persoon moet willing zijn, toch? Want soms komt de persoon naar je toe en zegt, ik heb hulp nodig, ik wil eraan werken. Maar along the way, en ik zeg altijd tegen ze, we are going to do the work. Mm-hmm. We gaan diep. Maar het allerbelangrijkste is dat wanneer jij uit dit traject komt, dat je ready en dat je weer kan genieten van je leven en dat je anders kan kijken naar het leven. Dat sounds so nice. It is. Ik hou van mijn werk. Ik ben blij dat ik dit onder andere mag doen. Mm-hmm. En mensen helpen door hun journey, omdat ik weet hoe moeilijk het is, hoe frustrerend het eigenlijk is als men je niet kan begrijpen. Want je wil soms praten met je omgeving, maar die snappen je niet. Je vrienden ook niet. Soms merk je van, hé, maar ik ben toch wel anders dan de rest. Waarom ben ik zo? Mm-hmm. Weet je, dat het toch wel heel belangrijk is dat er mensen zijn die je begrijpen. Mm-hmm. That you find your people. Sommige mensen, they got the gift. Mm-hmm. En hebben eigenlijk, of weten eigenlijk niet waar ze naartoe moeten om die begeleiding te krijgen. Want het is heel normaal. We zijn er eigenlijk allemaal mee geboren. You just have to tap into it. Daar geloof ik heel erg in. Wel, gelukkig zijn er mensen als jou die erin geloven. That if with the right people, the right tribe, you tap into your gifts, you can flourish like the, the Garden of Eden. Yes. Apparently. Helemaal. Anke Lilia Seban. Yes. Ik zal niet eens bij je roepnaam noemen. Ik vond het heel fijn dat je bij me was om te vertellen wat je hebt gedaan. Us. En wat je aan het doen bent. En apparently nog heel veel zal doen. Ja. We hebben nog heel veel in petto. And I can't wait to see that. Thank you. Nou. Jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Anke Lilia Seban bij ons in de studio. Ze heeft een stichting genaamd The Coach in Mij. En bij deze stichting kan je terecht voor allemaal, of tenminste een aantal verschillende manieren om gewoon het beste uit jezelf te halen. Ze hebben een Facebookpagina. Het nummer komt nu weer in beeld. Als je nog even bang bent, stuur gewoon een berichtje. Het kan zijn dat de drempel hoog is. Maar ga gewoon even langs. If you feel like you need the extra push or you need to find your tribe, The Coach in Mij of Stichting The Coach in Mij is er voor jou. Bedankt voor het kijken. En remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.